Ik weet even niet wat me overkomt, jongens. Ik doe eigenlijk voor de grap een test voor zwangerschap. En ik wilde wachten tot 7 oktober, want dan zou ik ongesteld moeten worden. En dan, dan zou ik kijken van, goh, ben ik ongesteld of niet? Omdat ik niet meer vaker wilde testen, want het is heel demotiverend als je het om de zoveel tijd doet. En het is telkens niet zo als je het al zo lang probeert. En nu doe ik net een test en ik denk dat hij positief is. Oh, ik ben helemaal aan het shaken. Ik weet het niet, want er staat dat ook maar elk streepje in het testgebied moet worden gezien als positief. En, en ik weet gewoon even niet of het nou zo is of niet. Het is ook maar een action test en ik weet dus niet of dat 100% betrouwbaar is. Maar dit is het beste streepje wat ik in een hele lange tijd gezien heb. Oh, dit is zo tof zijn. Oh my god. Ik, oh my lord. Kijk, hij is heel licht, maar hij is er wel. Ik ben zwanger. Helemaal. Ja. Dit ben je echt. Nee, wel. Oh, je gaat dit ben je echt. Dit is ja! Zou ik een grapje maken? Wat is het? Ja. En we hadden het net al over zwanger en toen dacht ik echt, ik zeg nog niks. Oh my god! Nee! Dit was zo mindfuck, want ik dacht oh echt... Oh my god, echt waar! Maar hoe lang dan? Je het gezellig? Hartstikke. Ja? Ja. Wij zitten met z'n drieën in deze trui. Huh? Wat? Hoezo met z'n drieën? Wat? Wat? Ik snap hem niet. Nee? Nee, ik snap hem niet. Met z'n drieën? Ik snap hem echt niet. Nee? Nee. Nee! Ja! Het is 29 november en we hebben vandaag onze eerste echo. Heb je er zin in? Waarom niet? Ik vind het gewoon eng. Ja, dat is het ook. Maar wel spannend, wel leuk. Maar meer eng? Nee. Vind ik wel. Kom. Maar die zegt al 12 weken hoor. Zie? Hadden we het net nog over. Jij zei het echt gewoon precies. Ik moet zelfs al het hartje laten horen. Wow. Goeie regelmatige hartslag, goede snelheid. Hoe groot is een persik? Wat is dit? Hoe groot is een persik? Moet ik het uitdelen? Ja. Ik vind het eng. Wat gaat er gebeuren? Ik heb niks. Oké. Okay. Ongeveer zo. Ja. En wat is ook ongeveer zo? Een tennisbal? Kan. Of een kerstbal. Oh ja, dat kan ook. Dat vind ik wel origineel bedacht. Mijn antwoord is een baby van 13 weken. Nee! Ja! 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 Oh, ik moet er dan moet ik altijd mee uit als ik wat moet uit. Ja, 13 weken. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Bijzonder. We hadden het er de vorige keer nog over. En toen wist ik het al. Maar toen wilde ik het niet zeggen, want we hadden het er te lang over. Ja, dat was natuurlijk toen ook al. Ja. Maar je wist het toen ook echt al. Ja, en toen dacht ik, oh, ik ga het nu niet vertellen, want we hebben het er te veel over gehad. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik heb dit nog nooit gehad. Dat iemand in mijn omgeving. Jij bent nu serieus de eerste in mijn omgeving die mij ooit vertelt van ik ben zwanger. Oh! Leuk hè? Ja. Ach, kijk nou. Mam? Baby. Baby. Mokka-bolletjes. Ja. Is het echt waar? Ja, ik heb een staartje. Leuk hè? Ja,
Als bewijs zit er een testje bij, zo van... Ja! Je zag het niet eens! Oh my god! Jee, je mama huilen! Dat wilden we! What? Good. Who's pregnant? Mitchell. Mitchell. Very smart. Guilty. Are you pregnant? Yeah. Yeah. Kijk uit. Jullie worden oom en tante. Thank you. Je bent leuk. Dankjewel. Blij? Ja, zeker, zeker. Echt. Oh my god, kijk hoe gezellig ze allemaal op de bank zitten. Gezellig. Gezellig met z'n viertjes op de bank. Dank je. Ja. One happy family. One happy big family. Ik wil wat zeggen. Moeten we entertainen? Ja, ik wil graag een beetje entertainment in mijn vlog. Morgen wel als we een film hebben, dan... Oh, dan ga je entertainen? Dan ga je entertainen, ja. Oké. Okay. Je wilt niemand naar kijken. Zeg maar eens. Wil je, maar Sharon, weet je het zeker dat hier niemand naar wil kijken? Ja, ik wel. Ja, ik zou er ook naar willen kijken. Wat doe jij? Ja, dat weten wij wel. Oh, keu. Oké. Okay. Het komt niet binnen. Het komt niet binnen. Wat was de volgende hint? Ben je er al aan gewend? Oh ja. Het werkt allemaal niet, Rebecca. Mijn eerste idee was om aan Sharon te vragen of zij al wist wat het ging worden. Oh ja. Dat ben ik niet. Weet jij het al? Ik weet, nou ik heb een vermoeden. Ik kan het natuurlijk niet weten, maar ik heb een vermoeden. Ik denk een meisje. Ah, wacht even, wat schrik op. Waar gaat het over? Ik denk gewoon een baby. Waar hebben we het over, joh? Nee, nu krijg ik vermoedens, maar dat is... Ze zeggen net, lekker gezellig met z'n vieren op de bank. Ja, ik zit jullie te tellen. Ja, maar ik zit er... Nee. Jullie met z'n drieën. Nee, doe maar je maar. Nee, we hebben echt alweer Nee, wanneer ben jij opa? Als ik opa word? Ja. Wacht, ik moet zeggen, ja. Wel al klaar ervoor? Ik aan jullie. Wil je wel opa zijn? Opa worden? Ja, tuurlijk. Wat wil je? Ben er klaar voor. Ben er klaar voor, hoor. Hey. Zo snel? Doe niet voor mij, het is zo snel hoor, maar... Nou. Nou. Nou, dan kan je die alvast voor de kleine... Die alvast voor de kleine kan je weer. Geven aan de kleine kleinkind. Hoe lang gaat dat duren dan? Wat zeg je? Hoe lang gaat dat duren? Nou ja. Maandje of zes? Ik denk nog een maandje of zes. Nee! Ja! Nee! Oh my god! Jezus! Oh! Nee. Ik heb een cadeautje voor je. Nee. Ik hoor iets met vloeistof. Ik stink. I love daddy more than... Hey, die is so smart. I love daddy more than rainbows. Nee, serieus? Echt? Kijk.
Kijk. Echt serieus? Kijk. Echt? Ja. Oh. Nu echt. Wow. Oh, echt? Ja. Bizar, hè? Wow. Oh, net toch niet te ruiken. Nee, doe dat maar niet. Voor het gewicht. Anders zat er niks in. Ik heb er gelijk twee gedaan, want ik dacht, ik weet niet of dat... Ah! En ik wist het al een paar uur. En jij kwam zo laat thuis. Ik moet even wachten tot het refrein. Moet ik je niet... Ik ben in verwachting. Ik ben, ja. En ik ben in verwachting. Ik weet niet of ik dit wil. Ik hoor, ik ben travestiet. Nee. Bijna. Ik probeer te denken wat het kan zijn. Jezus. Ik ben in. In. Ik ben in. Verwachting. Doe het laatste nog eens. Ver. Wacht. Van. Nee. Ver. Vandaag. Nee. Ver. Vrij. Ver. Ver. Begint het met de V. Ja. Oké. Ver. Ver. Ik ben in ver. Wacht. Ver weg is dan. Nee. Ik ben in ver. Wacht. Vijf. Wacht. Wacht. Ver. Wacht. Vrij van. Nee, wacht. Het was ver. Ja. Ik ben in ver. Wacht. Van. Wacht. Een B. V. W. Ik snap het niet. Een W. W. Ja. Oké. Okay. A. C. O. C. C. H. H. B. T. Ver. Wacht. Wacht. Ik ben... Ik ben in ver. Wacht. In. Ja! Niet waar! Ja! Oh, wat superleuk! Echt waar? Jezus, dit had ik nooit kunnen doen, natuurlijk. Je wordt tante Kim! Oh, gefeliciteerd! Thank you! Ver weg is dan! Lieve mensen, mocht het jullie nog niet duidelijk zijn na deze video, wat me heel erg stug lijkt. Ik ben zwanger. Ik had niet gedacht dat ik dat dit jaar nog mocht zeggen. Dat ik dat dit jaar nog kon uitspreken. Ik ben helemaal nog steeds elke dag super, super, super verbaasd. En vooral heel erg trots en dankbaar dat mijn lichaam het doet. Dat wij dit mogen meemaken. En wij zijn er zo ontzettend blij mee. Echt niet te beschrijven hoe blij wij hiermee zijn. Op dit moment dat dit online komt, ben ik precies 15 weken zwanger. En gaan wij dus ook volgende week erachter komen of het een jongetje of een meisje is. Ik ben heel erg benieuwd. In de video zie je ook zeg maar een roze ballon en een roze topje. Dat zegt helemaal niks. Wij weten nog helemaal niks. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Wij zijn heel erg, heel, heel, heel erg blij met dit nieuws. En ja, ik ben benieuwd wat het ons allemaal gaat brengen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik hoop jullie ook. En
ik ben gewoon heel erg blij dat het woord er nu uit is. Ik ben echt heel erg blij. Ik kan ook gewoon niet stoppen met glimlachen. Al wekenlang heb ik gewoon zo'n gelukkig gevoel. En ja, ik ben in ieder geval blij dat het woord eruit is. En geen geheim meer. Ik kan het nu lekker gewoon van de daken schreeuwen. Ik ben zwanger. Dankjewel voor het kijken nogmaals. Mwah.